Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Leden en de erfenis van de Azran. We moeten een puzzel, deze puzzel gaan oplossen, denk ik. Westelijke ochtendstralen, moeten links de middaghemel boven de oostermaan zou rechts moeten staan. Oké. Westelijke ochtendstralen moeten links. Dat zal gewoon zo moeten, toch? Links. Oké, wacht. De middaghemel. Is dit de middaghemel, denk ik? Oh, de oostermaan moet rechts. Wacht, hier moet de oostermaan. Oh ja, top. Een trilling? Hoogstwaarschijnlijk het resultaat van het oplossen van de puzzel. Volgens het tablet zouden we nu toegang moeten krijgen tot de bescherming der Phoenix. Maar ik begrijp niet wat daarmee bedoeld wordt. Het is slechts een idee, maar wellicht verwijst bescherming naar de hoge stadsmuren. In dat geval zou de toegang tot de bescherming der Phoenix de stadspoort moeten zijn. Het is het proberen waard. Op naar de stadspoort. Als bescherming interpreteren zijnde de stadsmuren, dan zou het betreden als we door deze poort zouden gaan. Denkt u echt dat het zo makkelijk is? Denkt u helemaal niks bijzonders hier? Wacht, wat is dat daarboven? Oeh, magische poeder. Aha, een Azraanse gedenksplaat. Misschien heb ik in mijn leven alleen maar naar mijn voeten gekeken, maar ik heb daarboven echt nog nooit iets gezien. Ik denk, ik kan met enige zekerheid zeggen dat het mechanisme dat de trilling veroorzaakte ook de gedenkplaats voor ons onthuld heeft. We kunnen het nog steeds niet lezen, jammer genoeg. Daar kan ik bij helpen. Vanuit de as wiekt de herboren vogel weg van het toppunt van tijd om in het westen verlichting te vinden. Daar voorbij liggen 6 onwrikbare bergen. De Phoenix landt op de 2e voor zij over de volgende piek vliegt naar het paradijs. Waarom allemaal zo moeilijk? De bergen die zij beroert zullen stralen met eeuwig licht. Oké. Als dit alles klopt, zal de vogel haar hart voor u openen. Het toppunt van tijd zal de klokkentoren wel aanduiden. Die klokkentoren is een belangrijk monument in onze stad. We winden de klok elk festival op en hij heeft nog nooit stilgestaan. Zeer interessant. Als we de inscriptie volgen en westwaarts gaan, moeten we naar links kijken. Ik zie anders nergens 6 onwrikbare bergen. Wat bedoelen ze daarmee? Wat zijn dat voor stenen bovenop die balk? Dat moeten de bergen voorstellen natuurlijk. Goed gezien, Aurora. Zullen we eens kijken of we daar iets mee kunnen? Ze landt op de 2e bergtop en vliegt dan over een volgende. Dus moeten we stenen aanraken volgens het verhaal? Dat denk ik wel. Ik denk 2e. 2e piek. Landt op de 2e piek. Voor zij over de volgende vliegt.
Even kijken. De Phoenix landt op de tweede piek voor ze over de volgende vliegt. Oh, wacht. Hier staat de Phoenix. Ik snap het niet. Zo denk ik zo. Phoenix landt op de tweede piek voor zij over de volgende vliegt. Dus de Phoenix landt op de tweede piek. Ja, dat kan die of die zijn. Ik snap er niks van. Deze moet ik even opzoeken, want ik snap deze niet. Phoenix puzzel. Professor Layton. Nee, niet die. Also worth noting, as specified, that the Phoenix comes from the right. Ah, oké. Dus hij komt van de rechterkant, dus dan zou hij zo moeten. Ah, wauw. Bewaart Mancinia echt geheimen als deze? Moeilijk te geloven! Dat gerommel leek dichterbij dan de vorige keer. Het klinkt alsof de Phoenix haar hart voor ons geopend heeft. Wellicht wordt met hart het midden van de stad bedoeld. Wauw, daar was ik zelf echt nooit zo snel op gekomen. Haha, als je 10 jaar lang het cryptogram in de krant oplost, word je vanzelf goed in woordspelletjes. Dus, u bent slim omdat u kruiswoordraadsels oplost? Mijn vader is overleden toen ik nog jong was, dus ik kende hem niet zo goed. Maar ze zeggen dat hij net zo slim was als u. Hij was vast een uitzonderlijke vader. Als mijn dochter nog zou leven, had ze nu ongeveer jouw leeftijd. Ik? Had u een dochter, professor? Vergeef me, dit is niet het juiste moment. Wat erg voor u. Dat ligt allemaal achter ons. Op dit moment laat het ontwaken van volwassenen in Mancinia belangrijk. Als u het zegt, dan moeten we naar het centrum. En vlug. Were you? Het standbeeld is verdwenen. Ik moet bekennen dat ik niet voorzien had dat onze handelingen een dergelijk effect zouden hebben op het uiterlijk van de stad. Ah, als Raanse technologie. Ze leveren nooit half werk af. Deze ruïnes moeten, net als de legende van de Phoenix, een goed bewaard geheim zijn geweest. Is het niet fascinerend? Als u me toestaat, zou ik graag een poging wagen de inscriptie te ontcijferen. Nu het hart bloot ligt, roert de Phoenix zich. Als de levenskracht van achter de grote deur vloeit... Dat is natuurlijk die stuwdam. Ontwaakt de oude vogel uit haar sluimer.
grote deur. Is dat weer zo'n metafoor? Aha, ik geloof dat de identiteit van onze Phoenix onthuld gaat worden. We hoeven slechts, zoals eerder, aanwijzingen te volgen. Laten we nu die grote deur zoeken. Hebben jullie het over echte deuren dan? Daar kunnen er nooit zoveel van zijn. Precies, Luke. Herinner je de deuren die we hebben gezien in de stad? Denk eraan. Niet alle deuren zijn voor de mensen bedoeld. Wat zouden ze dan zijn? Oh, de sluisdeur. En alles valt op zijn plek. Goed zo. Dan gaan we nu terug naar het bos. Hey, een uil. Oh, die kan ik niet op klikken. Een puzzel. Volgens mij is er niks veranderd sinds we hier de laatste keer waren. En toch is er ongetwijfeld iets voorgevallen. Wellicht wordt alles duidelijk als we de deur openen zoals de inscripties ons opdragen. Dit oude ding, open, denkt u echt dat er nog beweging in zit? Vanzelfsprekend, we hoeven slechts even van het slot te halen. Oké, dan doen we dat. Met deze puzzel, met manen. De Phoenix ontwaakt. Om de sluisdeuren te openen, moet de puzzel in dit paneel worden opgelost. Gevangen in de ketenen der acht manen zal de Phoenix blijven sluimeren. Slechts door de kracht der sterrenstenen kunnen deze ketenen verbroken worden. Eén steen mag niet verbonden worden met een steen die één hoger of lager is in waarde. Als de ketenen verbroken zijn, zal de Phoenix ontwaken. Plaats de stenen volgens de regel hierboven en laat de Phoenix ontwaken. Oké. De 7 mag niet hier, mag niet hier, mag niet hier. Oh wacht. Dit is handig als ik die even omdraai. Dan is het voor jullie makkelijker om mee te kijken. Ik had 7 gepakt. Die mag niet hier, die mag niet hier, die mag niet hier, die mag niet hier. Die zou wel hier mogen en die zou wel hier mogen. Laten we 7 even hier plakken. Dan hebben we hier 8. 8 mag niet hier, 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 hier. Dus dan mag 8 wel hier. Vier mag niet hier en hier. Vier mag wel hier. Oh nee, dan mag nergens 3 meer. Dus ik mag 4 wel... Nee, 4 mag daar niet, want dan is hij met 5. Dus dan moet 4 hier. 3 hier. Oh, dan heb je 1 en 2 nog. Shit. Even kijken. Kunnen we beter juist ergens hier doen? En dan kan ik beter 2, denk ik, hier doen. Nee, maar dan moeten altijd 3 en 4 aan elkaar gekoppeld worden, dus dat kan ook niet. Dat kan niet. 8 kan wel. Zo. Deze. Zie. Dat was een behoorlijke opgave. Nice. En dat is dat. Lekker hoor. Oeh, een filmpje. Wat? Dat is natuurlijk ook waarom het begin van het bos zo droog was. Omdat er niet genoeg water was gekomen. Wojo, dat is een Phoenix. Kibooming. Moet je zien. Daar is hij. Dat is de Phoenix. Als het levensextract stroomt, herrijst de oeroude vogel.
Dus dit is de glinsterende vogel waar u het over had. Kerr! Ja, ze is zeker erg mooi. Eén ding begrijp ik niet goed. Als de stad de Phoenix is, waar zijn dan haar tranen? Aangezien de tranen uit de ogen stromen, zou ik zeggen dat we daar naar de ogen van de Phoenix moeten zoeken voor het geneesmiddel. Ik weet precies waar de ogen kunnen vinden. Kom op, terug naar de stad. Is dat niet dat grote ei wat we toen straks zagen? Nu is het genoeg. Dat beeld hier... was dat beeld hier gewoon de Phoenix? We stonden er de hele tijd met onze neus bovenop. En nu is hij pleiten. Kievit, kalmeer voor de stoom uit je oren komt. Kalmeer? Ik ben hartstikke kalm. Ha 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 ha. Nice. Ik heb het standbeeld van top tot teen doorgesnuffeld. Maar er is niks te vinden. Volgens mij was dit niet de Phoenix. Nou goed, misschien ben ik dan toch een beetje erg kwaad. Vind je het gek dat die kindertjes steeds stenen naar ons gooien? Het is gewoon niet eerlijk, Quartel. We doen zo ons best en we komen helemaal nergens, hoe hard ik ook ren. Luister, ik weet dat het lastig te bevatten is, maar we zijn verslagen. Toch blijven we het gewoon proberen, zo zijn wij. Ha, misschien heb je gelijk. Misschien heeft de Phoenix even het nest verlaten en komt ze straks weer terug. Je weet maar nooit. Deze stad heeft meer trucjes achter de hand dan 10 goochelaars. Hier. Als het water stroomt... Het water stroomt helemaal hier naartoe. Geheime tunnel, geheime tunnel. Kijk, de heuvel. Dus dit zijn de tranen van de Phoenix. Wat bedoelt u? Het is eenvoudig, Luke. De rivier die door Mosinia stroomt, stelt de Phoenix voor en hun heuvel en de heuvel een van de ogen. In dat geval is het logisch dat Umits voorouders het water rond de heuvel nooit ooit beschreven als de tranen van de Phoenix. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk vergezocht. Aha, je kunt vinden dat het vergezocht is, maar over de harde feiten valt niet te twisten. Misschien niet, maar toch. Betekent dat dan dat het water rond deze heuvel het geneesmiddel is waar we naar zoeken? Bijna, maar niet helemaal. De tranen van de Phoenix zullen ons echter naar de locatie van het geneesmiddel leiden. Ik ben er zeker van dat we ergens daar beneden de antwoorden op al onze vragen zullen vinden. Het lijkt een beetje op die ruimte die je in Legend Arceus hebt, waar die Bronzors en Bronzongs allemaal zijn. En wat hebben we hier? Jeetje, wat een hoop stenen platen met tekst erop. Volgens mij hebben we een Azeraans archief ontdekt. Vergeten geschiedenis, achtergelaten voor de toekomst. Een Azeraans archief? Maar we zochten toch naar tranen? Als ik een wilde golf mag wagen, verwacht ik dat men met tranen van de Phoenix een brouwsel bedoelde dat wij moeten maken. Het is plausibel dat de Azeraan de legende hebben gecreëerd zodat alleen de knapste koppen in deze plaats zouden kunnen vinden. De Mosinianen wisten er vast van. Een plek als deze kan nooit zo lang verborgen blijven. De archeoloog in mij is jaloers op de Mosinianen. Die zo dicht bij de oeroude schatkamer hebben geleefd. Er is zoveel wat ik graag zou willen onderzoeken. Maar we moeten ons nu richten op het doen ontwaken van de volwassenen. Dit betekent natuurlijk dat we onze zoektocht naar het ei verder uitstellen. Maar jullie zijn vast met me eens dat dit belangrijker is. De veiligheid van de stad is inderdaad belangrijker dan onze missie. Ik zal deze kant beginnen. Als het u om het even is. Vertalingen zijn mijn specialiteit, professor. Gaat u vooral uw gang, maar ik betwijfel of u mijn werktempo kunt bijhouden. Ruik ik daar een lichte rivaliteit tussen beide professoren? Ik geloof dat ik mezelf ook maar nuttig moet gaan maken.
Emmy, weet je nog dat we de planten hebben gekartelde bladeren zagen in het bos? Kun jij wat verzamelen voor het geneesmiddel? En hebben we ook schors van een olijfboom nodig? Laat het maar aan Emmy Altava over. Assistent eerste klas. Waar? Wat? Mam, je bent wakker. Je bent echt wakker. Umid, wat heb jij nou ineens? Wie zijn al deze mensen? Mam, je hebt echt een hele week geslapen. Echt waar? Oh, hemeltje. Misschien was ik dan toch een dormiswam. Dormiswam. Een dormiswam, dat is geen giftige paddenstoel? Ik was op het Phoenix Festival met je oom. Vaak hebben we 's avonds nog een feestje voor volwassenen om wat bij te kletsen. Ze hadden een heerlijke stoofpot en met wilde paddenstoelen. Ik wilde wat voor je meebrengen, maar ik was te slaperig. Volgens mij kent iemand het verschil tussen een dormiswam en de smulswam. Even kijken. Er had een belletje moeten gaan rinkelen toen ik je oom zo zwaar hoorde snurken. Ik maakte me zoveel zorgen om je mam. Het spijt me dat ik je bang heb gemaakt, Umi. Maar kijk, je hebt nu eindelijk laten zien dat je voor jezelf kunt zorgen. Mam, wat bedoel je eindelijk? We hebben het mysterie van de geheimzinnige slaap opgelost en een verbijsterende ontdekking gedaan. Maar we zijn nog geen sikkepit dichter bij het ei. Ah, ik dacht dat jullie bij Umid in de buurt zouden vinden. Meri was je naam, toch? Bijna. U moet de R meer laten rollen. Maar ik kom u niet de les lezen. Ik kom u vertellen over een afscheidscadeautje. Oma barstte in tranen uit toen ze hoorde wat u heeft gedaan. En u wilde ze ons Phoenix-ei geven. Is dat niet aardig van haar? Een Phoenix-ei? Dat betekent... Dat is toch het ei waar u nou op zoek bent? Vooruit, u vindt de hoedster in de tempel. Let's go to the temple today. Jullie moeten de helden zijn die onze stad hebben gered. Een briljante vertoning. Al moet ik u wel toevoegen dat het een ruwe manier was om wakker te worden. Ik had een zo fijne droom. Het belangrijkste is dat jullie veilig en wel zijn. Trouwens, wilde u eens niet ergens over spreken? Echt? Waarover dan? Oh ja, ja natuurlijk. Ons volk heeft generaties lang geprobeerd het geheim van de Phoenix te bewaren. We hebben al die tijd gewacht op het juiste mensen om het geheim mee te delen. Ziet u, een deel van de legende luidt als volgt. En zie, als de hemelse boodschapper nederdaalt, geef haar het ei... Oh, Siri, hou je bek. Ik geloof dat jij die boodschapper bent, kindje. Hier, neem jij het ei. We hebben zoveel geschiedenis achter ons, maar het is werkelijk om waar het werkelijk om gaat, is het heden. Inderdaad. We hebben nu 5 eieren. Dank u. Prachtig. En ik hoop dat uw reis veilig comfortabel zal zijn. Zo, eind goed al goed dan. Ik dacht dat ik alles al had gezien op mijn reizen met de professor. Maar na dit avontuur weet ik dat er nog veel meer is. Dat klopt, ja. Want de eerste 3 games die gebeuren hierna, dus er is nog genoeg te doen. Let's go to the Bastonio. Welkom terug, heren en dames. Het ziet er naar uit dat de stad uit zak en as heeft gered. Grappig. En niet alleen dat, we hebben ook een eigen verkregen. Monsinia, zoals we al dachten, onlosmakelijk verbonden met de Asran. De ontdekking van het Asraanse archief had een belangrijke archeologische vondst kunnen zijn. Helaas moet het geheim blijven. Voor alles is een tijd en een plaats, meneer. U heeft besloten wanneer u... Als u heeft besloten wanneer u wilt vertrekken, laat u het me dan weten. Zeker. Professor, ik geloof dat ik me iets kan herinneren over deze plaats. Houd het vooral niet voor je. Zelfs het kleinste detail kan het grootste belang zijn, Aurora. Ja, dat weet ik. Ik zie een grote afbeelding op een muur. Misschien is het de Phoenix. Het is een afbeelding van een grote vuurvogel die op een luchtstroom zweeft. Kirun van... De nimmer dovende vlam. Oké. De lucht is haar speelterrein en de dood is enkel slaap.
De legende door de eeuwen heen overgeleverd door de Mosterianen en zal zeker nog generaties lang worden verteld. Je zou kunnen zeggen dat door het vertellen van het verhaal haar vlam eeuwig brandt. De legende van het wezen zijn een en dezelfde. Oké, okay. Een fascinerende stad. Ik kijk ernaar uit voor een volgend bezoek, maar nu zullen we eerst uitrusten en een nieuw plan bedenken. Fly away, na 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 na. Wilt u het spel opslaan? Dat willen wij. En ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van Aslan. Adios, amigos!